18 december, jongens. En dat betekent dat over 10 dagen wij het vuurwerk mogen ophalen. Deze video speciaal om jullie te laten zien wat voor voorbereidingen wij gaan doen voor Oud en Nieuw. En dat zijn er nogal een aantal. Wij moeten namelijk verschillende dingen doen. Ik dacht bij mezelf van misschien is het wel leuk om jullie deze video te laten zien. Omdat in de maand december ben ik heel erg bezig met de collectie. Wat voor extra vuurwerk we willen. Ik zal de camera even wat beter pakken. Wat voor extra vuurwerk we willen. En iedereen heeft natuurlijk de bestelvideo kunnen zien. Waarin we heel veel vuurwerk hebben besteld. Maar dat is natuurlijk niet alles. Want gaande de tijd. En ook op forums kijk ik dan allemaal naar acties. Bijvoorbeeld de Transbomber. Waar is die in de aanbieding? En andere cakes. Waar kunnen we die goedkoop krijgen? En door alle forums en krantjes die dan binnenkomen. Komen we uiteindelijk tot een hele leuke actie. En dat is dus nu ook weer het geval. Vandaag is dus 18 december op dinsdag. Vandaag ben ik een dag vrij. Speciaal om aan video's te werken. Dus vandaag is dus weer zo'n dag. En wat ook dus heel erg nodig is, is bijvoorbeeld viscolont. En nog meer dingen. Want we willen natuurlijk projecten maken. Het 10 uur project komt eraan. We willen dit jaar ook een 6 uur project maken voor de compilatie. En daar zijn gewoon verschillende dingen voor nodig. Aanstekers moeten gekocht worden. Gaan wij heel vaak naar bijvoorbeeld de Action om aanstekers te halen. En we hebben natuurlijk samenwerking met Jouw Tech, waar ik zo meteen even op terugkom. Waarin we bijvoorbeeld plasma aanstekers kunnen krijgen op tijd, vlak voor Oud en Nieuw. Maar natuurlijk zijn er ook winkels die nu goedkoop aanbiedingen naar voren brengen. Het is nu 18 december. De meeste winkels die stoppen met precies over een week de voorverkoop. Dat is dus eerste kerstdag. What the fuck, besef me nu ineens dat over precies een week al kerst is. Dat houdt dus wel in dat we nu echt in de tijd zitten waarin we de laatste puntje op de i moeten zetten voor Oud en Nieuw. Wij hebben natuurlijk een samenwerking met Jouw Tech. En dankzij hun kunnen we ook bijvoorbeeld stoken in doen. Dat hebben jullie wel afgelopen keer kunnen zien. Maar door Jouw Tech onder andere kunnen wij stoken in doen. Een serie wat heel veel heeft gekost. Vooral de benzine en de tijd die erin gaat zitten en het vuurwerk. Wat we dus nooit gesponsord krijgen of iets. SO naar Jouw Tech, die het dus mede mogelijk gemaakt dat we toch die ritjes konden maken naar jullie. En ook nu weer, we hebben bijvoorbeeld viscolont besteld. Viscolont is ook te bestellen op Jouw Tech. Met de kortingscode PTDLONT, staat hier nu in beeld, kunnen jullie ook viscolont bestellen. En waar kan je viscolont voor gebruiken? Een van de belangrijkste dingen is natuurlijk voor projecten. Om dus verschillende cakes aan elkaar te zetten, waardoor je dus met Oud en Nieuw een mooi project hebt. Dat doen wij meestal. Je kan bijvoorbeeld, als je shells hebt met Oud en Nieuw, kan je bijvoorbeeld de shells verlengen. Om wat veiliger afstand te staan. Of sommige shells hebben alleen maar die snellont, dat grijze lont. Waardoor het dus eigenlijk onmogelijk is om dat met de aansteker te doen. En als je een viscolont hebt, dan maak je het voor jezelf een stuk veiliger. Maar goed, we hebben een pakket binnengekregen van Jouw Tech. En die wil ik even graag aan jullie laten zien. Ik zal even een lichtje aandoen, want het is wel erg donker hier. Kijk. Zo, what the fuck, zit gewoon een kaartje in vast. Check, Jouw Tech. Deze rol Visco hebben we van Jouw Tech gekregen. Dus SO naar Jouw Tech. Kortingscode staat hier in beeld. Kunnen jullie ook een rol halen? Dit is voor ons een van de belangrijkste voorbereidingen die we treffen. Namelijk Viscolont. Want ik weet dat dat heel snel altijd uitverkocht is. En ik vind het gewoon belangrijk om Visco in huis te hebben. Vooral voor de projecten einde van het jaar. En natuurlijk bij Compound moet je het zelf doorlonten. En dan vind ik meestal dat het niet snel genoeg gaat, snap je? Dus die cakes die zijn zo gemaakt dat het gewoon 2 minuten duurt voordat alle cakes af zijn. Hij gaat per cake. En ik hou er gewoon van dat alle cakes tegelijk gaan. Dus liever in 30 seconden al die cakes op dan in 2 minuten. Niet geheel onbelangrijk dus. We hebben hier ook nog een aantal cakes staan. En ik ga jullie niet te veel vertellen, want jullie gaan dit allemaal nog zien in het 10 uur project. Alleen een aantal van deze dingen. En ik denk dat de meeste mensen die heel lang onze video's kijken, die weten denk ik wel wat we gaan doen. Maar heel veel van deze cakes die komen dus in ons 10 uur project. En misschien zijn er al een aantal mensen vergeten wat wij hier nog hadden. Dit is namelijk van Zena allemaal. Deze Funke vind ik echt een mooi blok. En daaronder zie je die luipaars, ook van Zena. En Monster Blitz, saluutblokjes. We hebben wel nog meer hoor, maar ik laat jullie eigenlijk alleen dit stuk even zien. Omdat dit allemaal in een 10 uur project gaat. En ook een deel in een 6 uur project.
Maar daar is Fisco heel erg belangrijk voor. Dus kijk, op die manier kan je natuurlijk verbinden en dat is wel zo vet. Kijk, ik ben niet een type die nu die hele rol in één keer in de fik gaat zetten. Want dat geeft wel spektakel, maar ik zeg je eerlijk, maar ik krijg het gewoon niet over mijn hart om Fiscolont nu in één keer af te gaan steken. Omdat ik het ook elk jaar bestel en heel veel moeite mee heb om het binnen te krijgen. Omdat er dus afgelopen jaren, ja, zijn er heel veel webshops die zijn gestopt met Fiscolont. En ja, daarom zou ik dat nooit doen. Maar goed, in ieder geval, wij hebben het hier in huis, dankzij jouw tech dus. En hier staat dus nog een deel kat 1. De Duitse winkels, dus de Aldi, de Lidl, de Kaufland, etc. De meeste zijn nu al wel online. Nog even afwachten totdat Aldi shut komt en de video die zal zeker volgen. Zoals ieder jaar, Duitsland Info video. Ik krijg er superveel vraag naar in DM op Instagram. Maar hou in ieder geval Instagram even in de gaten, @pirateteamdelft. Want daar zal ik zeker naar buiten treden wanneer die video zal komen. Maar ik zit het dus ook iedere dag in de gaten te houden. Ik kan jullie wel wat tipjes van de sluier geven. Namelijk de Bloody Mary van de Kaufland, die is een euro goedkoper. Ik denk dat de meesten dat wel weten. En ook dat de Artis een euro duurder is. Maar dat houdt dus in dat de Artis dus even duur is als de Bloody Mary. En daar ben ik wel over aan het nadenken van. Moet ik dan dit keer gewoon niet de Artis gewoon skippen, weet je? Dat je daar gewoon een paar maar van haalt in plaats van een karton. Want ik haal dan liever een karton Bloody Mary dan dat ik ga voor een karton Artis. Want Bloody Mary is natuurlijk veel mooier. Alleen wel wat lastiger aan te komen. Want zoals iedereen wel weet, bij de Kaufland is het echt een gekke huis. Iedereen staat daar om een stelling heen te wachten tot het wordt gevuld. En iedereen die haalt het eruit. Straks in Duitsland. Overigens, over 10 dagen zijn we er gewoon al. Echt bizar om daarover na te denken. Ik zit er dus over na te denken om dus de Bloody Mary 1 of 2 karton van te halen in plaats van de Artis. Misschien kunnen jullie in deze video ook even in de reacties achterlaten wat jullie zouden doen. Of wat jullie gaan doen, daar ben ik ook super benieuwd naar. Want er zijn best wel wat prijsschommelingen in Duitsland. En daardoor, ja, dan wordt het een beetje... Ja, wat anders dan andere jaren in ieder geval. Maar goed, ik heb liever de Bloody Mary dan de Artis natuurlijk. Want de Bloody Mary is, zoals ik net al zei, veel mooier. En bovendien, ik heb ook de Nederlandse sites wat in de gaten. Ik ben hier ook wat in de gaten aan het houden. Want ik wil sowieso een 100.000 klapper legaal. Omdat ik gewoon die nog nooit heb gehad. Ik heb eigenlijk altijd alleen maar de illegale gehad. En die hebben we dit jaar gewoon ook hoor. Maak je maar geen zorgen. Zoals ieder jaar in de compilatie. Maar dit jaar wil ik gewoon even een legale versie hebben om te kijken of die nou echt zoveel minder is als de illegale. Dat die minder is, dat staat vast. Maar het verschil wil ik gewoon heel graag even zien en horen natuurlijk. Dus ik ben op zoek naar 100 karel. Rond een eurotje of 50 ga ik hem halen, denk ik. Dus ja, mochten er mensen zijn die weten waar die goedkoop te vinden is, laat het achter in de reactie. Want dan helpen jullie mij enorm. En waar ik ook naar op zoek ben, is rotjes. Vorig jaar hebben we die heel goedkoop kunnen bemachtigen, volgens mij voor 40 cent voor 100. Nou ben ik op zoek naar een soortgelijke aanbieding. Dus mochten er dus mensen zijn die weten waar ik die aanbieding kan krijgen, ook al is het aan de andere kant van Nederland, dan wil ik die graag weten, want dan ga ik er zeker naar kijken. Dus rotjes en die 100 karel, daar ben ik nog naar op zoek. En verder, de bestelling die we hebben gedaan, dat iedereen kent die wel natuurlijk. 2400 euro hebben we besteld. Die gaan we ook ophalen over 10 dagen. Maar ik wil dus een aantal dingetjes nog toevoegen. Waaronder een 100k rol. En ja, gewoon even wat dingetjes, weet je. Om gewoon die compilatie straks extra dik te maken voor jullie. Ik wacht nu echt even op het feit dat de sites online komen. En nou weet ik dat de Lidl dit jaar superveel nieuw vuurwerk heeft in Duitsland. En daar ga ik ook echt serieus voor. Dus ik denk dat ik de... Al die dit jaar iets meer skip dan de Lidl. Vorig jaar waren we natuurlijk al eerst naar de Lidl gegaan. Alleen bij de Lidl is het zo dat daar de rij ook het langst is. Waardoor je daar gewoon super lang staat te wachten. Bij de Aldi kan je zo doorlopen eigenlijk. Maar ik denk dat ik dit jaar zelfs nog meer de Aldi ga skippen dan dat ik vorig jaar deed. Dus, en voor de mensen die willen weten waar we heen gaan. Emmerich, zoals ieder jaar. Mochten jullie in de buurt naartoe gaan, ga dan naar Emmerich. Willen jullie ons zien. Dus daar kunnen jullie zeker naartoe gaan. En we gaan natuurlijk naar de 100.000 abonnees. Dus hoe vet zou het zijn en hoe tekenend zou het zijn om dat te bereiken voor 2019 nog. Ik vind dit jaar wel echt dat er heel veel bedrijven ook wel duur zijn qua winkels in Nederland. Ik bedoel, overal hanteren ze die minimumprijs om te bestellen. En dat is wel jammer. Het zou toch in 2018
toch wel normaal moeten zijn dat je gewoon kan bestellen zonder een minimum, weet je. Ik vind dat een beetje raar. Je neemt dan al de moeite om eerder iets te bestellen dan de verkoopdagen. En waarom zou je dan voor 25 euro een drempel moeten hebben? Ik ben nu echt aan het afwachten totdat de Duitse site online komen op mijn laptop. Dus misschien als jullie deze video zien, zijn de sites al compleet online. Dan weten jullie ook dat de video eraan komt, Duitsland Info. Ja, mochten er mensen zijn die al links hebben van Duitse vuurwerk, stuur me dan even een DM op Instagram. @PyroTeamDelft. En ik denk dat ik hem wel ga behandelen dan. Want als die site er is, misschien zien jullie hem sneller dan ik, weet je. Het kan maar zomaar zijn. Ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. En dit was eigenlijk een soort van video om jullie een beetje te laten zien in wat voor periode wij vooraf gaan. Het is heel veel voorbereiden. Ik teken ook heel veel uit op mijn laptop voor projecten en wat we als eerst willen afsteken op oud en nieuw. En dat is een beetje het ding waar we nu mee bezig zijn in deze periode. Er zijn ook heel veel mensen die zich dat afvragen en daarom wil ik deze video maken. Maar het is gewoon wat anders. Kijk, vroeger zonder camera staken we gewoon af, was gewoon freestyle. En nu is het gewoon van, ik wil super graag voor jullie ook een hele mooie compilatie online zetten. Omdat ja, jullie zijn zo trouw aan het kijken elke dag naar de video's. Vooral nu in december, waarin we elke dag een video hebben. En dan heb ik gewoon het gevoel dat ik verplicht ben om voor jullie gewoon keihard een goede video neer te zetten. Het maken van vuurwerkvideo's vind ik even belangrijk als het afsteken. Dus dat is gewoon voor mij gewoon een prio. En ik hoop dat jullie dit in ieder geval een leuke video vonden. Laat even achter in de reacties als jullie die info hebben die ik daarnet aan jullie vroeg. Want misschien weten jullie meer dan ik. En ik kan natuurlijk niet heel Nederland gaan checken qua prijzen. Vergeet ook sowieso niet @PyroTeamDelft te volgen op Instagram. En al eerder in deze video besproken, willen jullie nog Viscolont? Nu kan het nog besteld worden. Straks is het echt te laat of komt je bestelling gewoon te laat aan. Dus ga naar jouwtech.nl, linkje staat in de beschrijving. En daar kunnen jullie met de kortingscode PTDLONT, kunnen jullie dus korting krijgen op Viscolont. En wil je een project maken, dan is dat wel echt nodig, want je kan moeilijk de lontjes zelf aan elkaar zetten. Morgen gewoon weer een video online. Om 4 uur en de kerstvakantie komt eraan, jongens. Dus nog 2 dagen, 3 dagen school, denk ik. En het is kerstvakantie. En dan komen de video's waar jullie allemaal op hebben gewacht. Stookcompilaties, collectievideo's,